Het werd na de wedstrijd tegen EFC uit Eersel. Een verdienstelijk gelijk spel op het einde nog. Jouw zicht op de wedstrijd? Nou ja, goed. Als je kijkt hoe we starten, dan was ik zeer ontevreden. We maken afspraken van tevoren dat we Eersel ten strijde gaan tegen Eersel. En er komt niks van terecht. En we hebben weer een half uur nodig om de popjes op de juiste plaats te hebben. En dan zie je dat het ook beter gaat. Nou, dan sta je al 0-1 achter. Terecht, denk ik. Het was al in de zevende minuut. En vervolgens pakken we het weer op. Maar dan is die wedstrijd al aan de gang. En dan zijn wij nog niet wakker op een of andere manier. Ja, dan krijg je ook nog als domper erop een paar seconden, een paar minuten voor de rust nog de 0-2 te verwerken. Hoe ga je dan in de rust een keer? Nou ja, die 0-2 die mag nooit vallen. Hè. Die jongen die kapt op de achterlijn. In de 16 kapt hij nog iemand uit. En wij zagen al aan de zijkant die 10 komt inlopen. Nou ja, hij liep hem ook binnen. Misschien nog zelfs een beetje ongelukkig of gelukkig. Maar goed, hij zit erin. Nou, dan ga je met 0-2 de rust in. Ja goed, dan is het zuur. Maar goed, in de rust mijn zegje gedaan. En ook de jongens een zegje gedaan. Ik zeg, wat is er aan de hand? Nou goed, daar komen zinnige dingen uit. Dus we hebben ook gezegd, zeker wat we vorig jaar geleerd hebben. Dat zag je vandaag voor het eerst terug. We hebben vorig jaar ook voorgestaan tegen ploegen. En uiteindelijk met een gelijkspel of een nederlaag weggegaan. Nu was het vandaag andersom. En ik denk dat we de tweede helft echt karakter getoond hebben vandaag. Ja, de karakter zeg je. Misschien wel in tegenovergestelde zin ten opzichte van vorige week. Waar het tegen Hezen een beetje ontbrak aan het karakter. Vandaag zat dat er denk ik heel goed in. Daarna kom je goed op 1-2. Je had al meerdere kansen gehad. Dus hoe zag jij het vanaf daar? Nou ja, luister, voor de 1-2 hadden we al een aantal goede kansen. Nou, dat waren er al veel meer als in de eerste helft. Want ik denk dat we in de eerste helft een halve kans van Danny Das gehad hebben op een voorzet. En voor de rest niks afgedongen. En in de tweede helft komen we lekker in het spel. Ik heb ook gezegd, als we alleen al eens beginnen met 100% strijd en fysiek er ook tegenaan. En we komen aan het voetballen toe, dan hebben we een goede ploeg. Maar hebben we maar 80% strijd of nog minder, dan halen wij het niet. Nou, dat bleek vandaag in de tweede helft. 100% vliegen we erin. We beginnen goed. We dwingen kans af. En uiteindelijk valt de 1-2. Goede goal uiteindelijk van Max. Dus nou ja, en daarna zie je dat Eersel het spel niet meer kan maken. En wij steeds sterker worden. Nou, uiteindelijk hebben we toch weer de wissel gedaan om een verdediger eraf te halen. Gijs in de punt erbij om wat meer druk te creëren. Ja, en die druk creëerden we ook. En nou ja, goed, op een gegeven moment een discutabele beslissing denk ik, van de scheidsrechter. Moet hij binnen de beruchte lijnen wordt neergehaald. Mijn ogen een zuivere penalty. Hij wuift hem weer weg. Het is een goede scheidsrechter, alleen ik vond hem vandaag heel erg tegen ons fluiten. Dat vond ik jammer, heb ik ook tegen hem gezegd. Nou ja, goed, scheidsrechter heb je nodig. Dus uiteindelijk gaan we gewoon verder. En we blijven gewoon tot de laatste minuut blijven strijd houden. Ja, en dan zie je bij een corner, Jeroen gaat mee naar voren. En die bal valt goed. En uiteindelijk, we dachten eerst dat het Jeroen was. Maar het was toch uiteindelijk Danny Das die hem fantastisch binnenkopt. En dan kom je op 2-2. Nou ja, hij trapt af en hij fluit af. Ik zeg, ja, dat is jammer. Ik zeg, ik had graag nog 5 minuten doorgevoerd. Want dan denk ik dat we vandaag gewoon met 3-2 gewonnen hadden. Ja, daarmee kom je op 3 punten nu van zomer en de koploper die vandaag wel wint bij Eindhoven met 3-4. Dus nog alles in eigen hand denk ik om in de eerste periode nog goed mee te kunnen doen. Ja, absoluut. Ik denk dat we heel dicht bij elkaar staan en er kan van alles gebeuren. Ik denk ook dat het een competitie is, maar dat heb ik van tevoren al gezegd, dat iedereen van elkaar kan winnen. Dus we doen gewoon nog mee in de race en we zullen volgende week zullen we kijken. Dan gaan we uit naar NBC en dan zullen we 3 punten moeten pakken, willen we in die race blijven. Ja, en de koploper kom je ook nog tegen in de eerste periode. Dat is de laatste wedstrijd uit bij Zomeren. Dus alles in eigen hand. Ja, ik denk het wel. En we kijken er naar uit. Maar eerst zullen we volgende week weer in plaats van 45 minuten, ik denk 90 minuten, een keer strijd moeten leveren. En goed voetbal. En 3 punten pakken. En dan kun je kijken, dan wordt het een leuke wedstrijd tegen Zomer uit. Ja, dankjewel Ed. Veel succes volgende week in Asten. Oké, Peter, dankjewel jongen. Max, beschrijf eens jouw doelpunt. Ja, ik krijg daarvoor een hele grote kans. Dan draai ik mooi kort weg. Schiet ik omlaag tegen de keeper aan. Daarna krijg ik eigenlijk eenzelfde soort kans. Ja, dan kon ik mooi snel wegdraaien, zie ik hem langs de keeper af. Ja, dan moet ik meteen weer door. 2-1, 2-2 maken. Ja, geweldig. Ja, Max, nog even op waarom je hier bent gekomen bij Marvilde. Samen met Tom Vrome en Jeroen Keres. Alle drie redelijk in de basis, denk ik. Broer van, want zo is hij toch ook bekend, denk ik. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, leuk. Ik ben heel goed opgevangen door de groep. Allemaal mijn leeftijdsgenoten toch wel meer. Mijn nu de twee was meer vanuit de jeugd. En je bent een van de ouderen en dan ben je toch wel moet je de smaakmaker zijn, de spelverdeler. En hier ben je al één meer van de groep. En dat is echt superleuk. En met Tom en Jeroen, ja, ik weet niet, de klik is er met de groep samen. Dus dat gaat heel goed. Max, bedankt voor het gesprek. Heel veel succes hier nog, maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Dankjewel.